Wat cool, Wouter, dat je de tijd hebt genomen, de moeite hebt genomen om bij ons in de podcast te komen. Voelt toch een beetje als dat we nu toch een soort van rockstar, zeker, op zijn minst op de wetenschappelijke ladder bij ons hebben. Ik vind het bijzonder. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over nieuwe hardloopschoenen. Wat valt er nog te winnen? Met Wouter Hoogkamer, de wetenschapper die de 4% wist te meten. Met de nieuwe generatie hardloopschoenen zette Nike de afgelopen jaren de marathonwereld totaal op zijn kop. We spreken met Wouter Hoogkamer, de bewegingswetenschapper die als eerste de Vaporfly testte in het laboratorium. Waar valt volgens hem nog de meeste winst te halen op de marathon? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja, goedemorgen. Zijn we weer. Vrijdagochtend, verse bak koffie. Lekker. We gaan in deze aflevering op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kan ik harder gaan lopen in mijn volgende marathon? Moet ik nieuwe schoenen? Ik heb net nieuwe schoenen. Ja. Heb ik de juiste gekocht? Ja, moet ik iets doen met paslengte? Gaan we ook even bij stilstaan. Ja. En loopfrequentie. En ja, toch wel heel bijzonder. Het is weer een aflevering met een special guest. Wouter Hoogkamer. Ja. Hoe kennen we hem? Hoe ken jij hem? Ik heb hem gesproken voor het artikel in Sportgericht over de hardloopschoen revolutie. Want die is er natuurlijk wel geweest. En ik kwam erachter van door het luisteren van podcasts en zo. Er werd altijd gerept over de Hoogkamer study. De Hoogkamer study. De Hoogkamer ook. Nou, en dat blijkt dus. Ja, er is het eerste wetenschappelijke artikel wat verschenen is over de loopeconomie van de Vaporfly is uitgevoerd door een Wouter Hoogkamer, die het gewoon een Nederlander is. Ja, aan de Universiteit van Massachusetts. Zit hij tegenwoordig, ja. Destijds zat hij ergens anders in Colorado, was het. Ja, leuk. En denk, nou ja, dan kan ik hem ook gewoon eens even bellen of skypen. En hij wil komen. Zoomen. Ja. Ja, we gaan zo met hem zoomen. Live from the United States. Hartstikke leuk. Maar niet voordat we even stilstaan bij wat leuke reacties uit de afgelopen tijd. We hebben natuurlijk 2 weken geleden al even de Slimmer Presteren podcast Piramide geïntroduceerd. Als je dit voor het eerst ziet of luistert. We hebben eigenlijk een soort van 7 levels waarin je met ons mee kan doen. En uiteindelijk is ons hoogste doel dat we dit imperium kunnen uitbouwen. Hebben we ook inkomsten nodig. En dat is het belangrijk dat jij kijkt en luistert zoals je doet. Maar als je wat zin en moeite hebt, klim even wat levels omhoog. Bijvoorbeeld door abonnee te worden, level 2 of level 3. Op onze socials ons te gaan volgen, @slimmerpodcast. Op onze mailinglijst te komen via de website www.slimmerpodcast.nl. Of, en dan de laatste levels, level 5. Laat eens een review achter op Apple Podcast. Dat helpt ons. Level 6. vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Laat een audiobericht achter of misschien zelfs wel doneer om dit verder te laten groeien. En dan level 7. En dat is even belangrijk om stil te staan bij deze aflevering. Wij willen ruimte geven aan adverteerders. En nee, Nike is dat niet. Hè? Nee. Dat mag even heel duidelijk zijn. We hebben ook aflevering 6 over deze schoen gesproken veel. Dus ben jij of ken jij iemand die onder dit publiek onder de aandacht wil komen? Help ons. Nou, een aantal mensen die dat al doen. Hans Slender op Twitter twittert over ons mee. Heerlijke podcast over trainingsleer. Veel onderzoek en handboeken gaan uit van gemiddelde, terwijl het effect van trainingsprikkels heel erg verschilt per individu. Trainen is maatwerk. Nou, Hans, dankjewel voor je leuke tweet. @slimmerpodcast, daar zijn we blij mee. En deze vind ik ook leuk. We zijn ook te vinden op YouTube. En met Remco Boy had ik een leuke uitwisseling recent. Wederom erg leuk en leerzaam, schreef Remco. Zei ik, nou, dankjewel Remco. Wat leuk dat je het laat weten. Want wij reageren altijd, of op zijn minst
proberen altijd te reageren als we de tijd kunnen vinden. Waarop Remco weer zei, nou, wat leuk dat je reageert. Echt heel tof hoe jullie dat doen. Waarop ik zei, ja, nou, dat dankjewel. Wij slingeren ook maar wat het internet op. En we vinden het toch fijn om te merken dat dat dan bij mensen terechtkomt. Waarop Remco zegt, nou, zomaar wat het internet opslingeren. Daar doe je jezelf tekort. Zit leuk in elkaar. Het gaat dan wel soms van links naar rechts, maar dat vind ik niet erg. En gelukkig, hè, hij luistert echt goed, heeft Jurgen een boek geschreven. Dan kan hij het gelijk een beetje onderbouwen. Dat is zeker waar, Remco. Ja. Ja, voor de mensen die deze podcast voor het eerst ontdekken, doe nog één keer die pitch van dat boek. Wat heb je geschreven? Het Maakbare Uur. Ja, waar gaat het over? Must read. Het werelduurrecord van Dion Beukenboom. Wat die misschien wel haalt, maar misschien ook weer net spannend, niet. Spannend, hè? Maar los daarvan, daar zit veel wetenschap in en een mooie vlieg op de muur, hoe dat gaat. Tot slot. Je kan ons ook mailen, ik zei het al, level 4 uit mijn hoofd. post@slimmerpodcast.nl. En dat deed Rosanne Harleman ook. En toen dacht ik wel, nou, nu beginnen we toch wat te worden, Jurgen. Ja. Zij is namelijk verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van Saxion Hogescholen. Ja. Daar hebben ze een innovatief project met studenten. Doen mee aan de Raak Awards. Ja. Nou blijkt dat toevallig een award te zijn die ik vrij goed ken. Want ik presenteerde de uitreiking. En ze zei, ja, moeten jullie niet iets met ons project van onze studenten over blessurepreventie? Nou, toen heb ik vriendelijk tegen Rosanne gezegd, daar willen we graag nader kennis mee maken. Maar wel even nadat die awards zijn geweest om belangenverstrengeling te voorkomen. Ja. Nou, dus leuk, toch? Dat past mensen ook ons, mooi in de aflevering nu met Wouter. Daarom. Over paslengte, denk ik ook. Want dat is nog even een vraag vanuit de UATT loopgroep geweest. Die hadden getraind en daar kwam meteen de vraag. Ja, wat is nou het meest efficiënt om te lopen? Korte of lang? Korte of lange pas? Nou, gaan we ook op in. Ja. Laten we maar eens even gaan schakelen met Wouter Hoogkamer. Leuk. Oké, als het goed is hebben we nu live contact met Wouter Hoogkamer in Amerika. Wouter, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij doet het. Goedemorgen. Wat leuk dat je wil verschijnen in de Slimmer Presteren podcast. Ja. We hebben al een keer eerder uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe hardloopschoenen van Nike. Toen hebben we al zijdelings aan jou gerefereerd. Maar Jurgen vertelde net al even in ons korte voorgesprek. Er blijkt opeens een Nederlander gewoon uitgevonden te hebben dat er 4% te halen valt met die schoenen. Ja. Laten we maar eens met het begin beginnen, toch? Neem ons eens mee naar dat onderzoek. Wat was de aanleiding dat je dit ging onderzoeken? Ik was natuurlijk zelf hardloper en bewegingswetenschapper. Dat is zeg maar het begin van het verhaal. En op een gegeven moment had ik de mogelijkheid om ik studeerde aan de VU in Amsterdam om mijn masterthesis in Colorado te doen op hardlopen. Dus daar ben ik toen 10 jaar geleden een halfjaartje geweest. En dat was echt geweldig. Dus toen ik na mijn promoveren nog een mogelijkheid had om daar terug te gaan om in eerste instantie ski-onderzoek te doen. Was die beslissing snel genomen. Tijdens dat ski-onderzoek kwam er ook een Nike-project om de hoek, waarbij we hadden aangetoond dat als je energie bespaart in het lab, dat het ook inderdaad vaak betekent dat je sneller kan lopen. Dat ligt op zich voor de hand, maar we hebben het even aangetoond. En een paar maanden later kwam er dan een volgend project waar Nike eigenlijk naar ons toe kwam en zei van, ja, we hebben nu een nieuwe schoen ontwikkeld en we vinden intern dat hij het vrij goed doet. Zouden jullie dat extern op een professionele manier kunnen bekijken? Ja. En zo begon die studie. Ja. En wat zijn dan belangrijke uitdagingen in zo'n onderzoeksopzet? Zonder al te diep op in te gaan, wel even benieuwd. Hoe onderzoek je dat nou mooi, onafhankelijk en neutraal? Ja. Dus het is belangrijk dat je heel goed op je metingen let natuurlijk altijd. Maar we hadden vooral nu het plan om dit zo uitgebreid mogelijk te doen. Om er zeker van te zijn dat er achteraf niemand zou zeggen van, ja, maar wacht eens even. Jullie gaven die Nike schoenen een voordeel ten opzichte van die anderen. En dat willen we natuurlijk sowieso niet doen. Maar we hebben nu wel extra veel dubbel getest, zeg maar. Dus normaal, als we zo'n onderzoek doen, dan komen de proefpersonen, die trekken schoen A aan en die rennen erop en dan schoen B en dan C. En in dit geval gingen we dan verder door ze dan daarna weer nog eens een C, B en A te laten lopen. Dus dat was al iets meer dan wat we normaal doen. Om toch een beetje die meetfouten uit te laten middelen. En we wilden ook zeker van zijn dat doen we ook wel altijd al, maar we hadden nu een extra dag ingelast van tevoren al om uit te testen dat onze proefpersonen fit genoeg waren om aan die snelheden te lopen zonder daar de anaerobe zone in te gaan en
omdat we puur zuurstofopname meten, willen we dat wat we meten ook de beste maat is van inspanning. En zodra je anaeroop gaat, dan is dat niet meer zo. Dus dat waren vooral de twee grote stappen die we daar gedaan hebben om te zorgen dat we zo zorgvuldig mogelijk deze testen deden. Ja, want ik heb natuurlijk dat artikel van jou van binnenste buiten gekeerd helemaal. Dat waren geen kleine jongens, hè, die meededen. Dat waren echt wel goede lopers. 10 kilometer of 32 misschien wel sneller, zoiets was de voorwaarde, hè? Ja, dus we wilden graag zo snel mogelijk testen, omdat het idee toch al een beetje richting de 2 uur marathon ging voor die schoenen. Mm-hmm. Maar ja, we hadden ook niet Kipchoge die even langs kwam om schoenen te testen. Dus we wilden dan, we kwamen tot 18 kilometer per uur, dus dat is denk 3,20 per kilometer. Daarvoor hadden we dan een beetje gekeken naar wat we weten van de data, en dat is als je wedstrijden loopt in 32 minuten, dan kan je aan 18 kilometer per uur vrij constant een aantal repetities doen zonder moe te worden. Ja. En er komt altijd de vraag, ook wat ik later wat studies zag over, het is gemeten op een loopband. Je meet dus het zuurstofverbruik bij een bepaalde snelheid. En dan kan je de loopeconomie berekenen. Dus eigenlijk het zuurstofverbruik in milliliter per minuut per gelopen kilometer. Hè? Dat is eigenlijk de uitkomstmaat. Ja, in hoeverre is zo'n loopband nog van invloed op het resultaat? Ja, dat is ook weer een heel goede vraag. En als je daar nog geen podcast over gedaan hebt, ook weer een Nederlander die daar verder naar gekeken heeft. Bas heet hij, hè? Bas van Horen, geloof ik? Bas van Horen, inderdaad, ja. En op zich ook wel wat wij ook al eerder hadden gezien, maar waar wij voor zorgen, of de loopband die wij in Colorado gebruiken en ook degene die ik nu hier in Massachusetts gebruik, die zijn altijd gewoon zo hard mogelijk. Dus als je schoen onderzoekt die voor wegwedstrijden bedoeld is, dan wil je niet op een goedkope fitness loopband die alle kanten op stuitert. In je garage is het fijn als je veel kilometers maakt, als die niet te hard is. Maar voor onderzoek en je wil echt kijken van wat gebeurt er op de weg, dan moet je gewoon een wetenschappelijke loopband hebben die zo stijf mogelijk is. En daarnaast ook de motor sterk genoeg is om zodra je landt op de band, dat hij niet langzamer gaat, maar gewoon op snelheid blijft. Dus wij hebben een groot vliegwiel erop zitten om die constante snelheid te bewaren. Wauw. Ferrari onder de loopband. Nou ja, uiteindelijk, ik bedoel, linksom, rechtsom, anderen hebben het ook nog na jullie zijn met wat studies gekomen. En die wijzen allemaal op die 4% energiebesparing eigenlijk, hè, met de Vaporfly. Ja. Was je trots toen ineens Nike 4% op de schoen ging zetten? Het werd gewoon de Vaporfly 4%. De Hoogcammer. Ja. De Hoogcammer 4%. Met dank aan. Heb jij daar nog wat voor gekregen vanuit Nike? Nee, eigenlijk. Maar dus in eerste instantie waren we zeker verrast en trots. Omdat we niet wisten wat gaan ze nou met die schoen doen. En wat voor naam. Dus in principe, we noemden hem zelf altijd de Magic Shoe. Maar we dachten al, dat gaat niet de marketingnaam worden. En dan de Vaporfly, ja, dat zijn we natuurlijk op dat moment helemaal niks. Nee. Maar die 4%, dat was natuurlijk wel een heel mooie knipoog naar ons resultaat. En dat was wel gaaf om te zien van, nou ja, we weten dat een goede studie gedaan heeft, maar iedereen bij Nike weet dat ook. En die zijn er gewoon vol vertrouwen om die schoen dan ook echt naar dat resultaat te noemen. Ja. Dus dat was wel heel gaaf. Vervolgens wilde ik graag zelf eens een marathon op die schoenen lopen. Ja. Maar, als amateur, wat is jouw loopniveau zelf, Wouter? Ja, amateur zou ik zeggen. Ja, ik loop wel heel veel. En voordat ik naar Colorado ging, deed ik nog veel op de baan. Dus vooral gewoon als 400 meter loper. Okay. Een tijdje rond de 800 meter gehangen. Maar in Colorado in één keer overgeschapt naar een marathon. En die jij in? Dat deed ik op dat moment in. Dat was eigenlijk mijn eerste marathon kwam er toe aan. En toen wist ik dat normaal gezien mensen lopen in de 0% schoen op dat moment. Want de 4% bestond nog niet. Mm-hmm. Maar ja, wij hadden hem in het lab, de prototypes. En ik zei, nou, ik ga Boston lopen. Kan ik die schoenen krijgen? Maar dat kon niet. Dus ik liep toen 2:41 in de 0%. Hallo, in je eerste marathon?
Nou, dat was eigenlijk mijn tweede. Tijdens het verhaal realiseer me, als ik een Boston liep, dan moet ik al eerder een marathon lopen. Een oefenmarathon gehad hebben, ja. Ja. Wauw. Maar ja, dus we wilden wel graag... En uiteindelijk heb ik dan wel die schoenen wel kunnen kopen. Maar in het begin geprobeerd. En ik kon dan wel degene die we in het lab hebben gebruiken. Maar die waren een halve maat te klein. En dan ga je geen marathon mee lopen natuurlijk. Nee. Hey, maar Wouter, dit verhaal is eigenlijk alweer best wel oud. Gezien in de snelheid van de ontwikkelingen. Dit is de eerste generatie. We zijn al 2-3 generaties verder. Uh-huh. Onze belofte aan onze kijkers en luisteraars in deze podcast is... we gaan op zoek naar wat moeten we doen om sneller te lopen. Dus let's fast forward. Waar ben jij nu mee bezig als hardlooponderzoeker? Toch eigenlijk wel heel erg hetzelfde nog. Maar de meeste merken hebben een eigen versie op de markt nu... waar ze een carbon fiber plate combineren met een nieuw foam. Ja. En dan nu zijn we die aan het tweaken, hè? Dus kijken van wat is nou de optimale stijfheid, wat is de optimale curvature en dan hoe kunnen we nog verder benutten. En daar zijn de meeste merken wel mee bezig. Die worden nu, al de schoenen worden nu aan de Hoogkamer test onderworpen of zo. Jij mag even kijken, waar staan we, benchmarken. Inderdaad, ja, dat is inderdaad veel wat we doen. En mensen weten ook binnen de industrie van, die Hoogkamer die heeft dat eerder gedaan. Dus die weet hoe dat moet. Cool. Dus daar krijgen we veel verzoeken van. Op dit moment zijn we bezig met Puma. Maar ook Saucony en Under Armour zijn geïnteresseerd om ons hun schoenen te laten testen. En verder mee te denken. De meedenken wordt wel lastig als je met verschillende merken denkt. Want je kan dat kan natuurlijk niet. Nee. Met iedereen meedenken. Dus, maar de testen, dat is wel mogelijk op die manier. Ja. Interessant, maar alles volgens de nieuwe richtlijnen natuurlijk. Die de World Athletics heeft afgevaardigd, zeg maar. Dus 4 centimeter, hè, dik, max. En 1 carbon plaat. Hè. Dat zijn eigenlijk in het simpel gesteld de voorwaarden. We hebben het nu over de zool. Hè? Ja. Voor de mensen die aflevering... Ik zit te denken, als je nu denkt, ja, maar waar is de basis? Jongens, de basis die zit in aflevering 6 van de Slimmer Presteren podcast, waar we ook dieper ingaan op hoe werkt die schoen. Maar wel interessant is natuurlijk, we hebben nu langzaam weer wat gezien, hè, in Londen. En laatst was het in Polen, die WK halve marathon, waar echt ene record na PR na het andere. Hè? Het gaat loeihard. Viel me op in Londen. Nou, dat is allemaal nog Nike. En dan de Alpha Fly. Waar weten we al iets meer van die hele Alpha Fly? Want jij begon met de Vaporfly. Die was 4%. Maar daarnaast kwam de Next. En daarna nog de Alpha Fly Next. Ik bedoel, zijn er metingen inderdaad wat die aan energiebesparing opleveren? Officieel zijn daar nog geen metingen over gecommuniceerd. Officieus dan. Daarom bellen we ook even direct met je, Wout. Ja, dus het voordeel wat ik had in Colorado is dat alle merken hebben werktesters. Hè? Dus zodra ze een schoen in ontwikkeling hebben, dan sturen ze die naar lopers om te kijken van als je daar een paar kilometer op loopt, hoe voelt dat dan? En als je er heel veel kilometer op loopt, vallen ze niet uit elkaar. Mm-hmm. Dus op dat moment... heb ik met Nike, omdat ik toch al wist aan welke schoenen ze werkten, dus wel een werktest kunnen doen met de Alpha Fly. En daar heb ik toen zelf een marathon in 2:32 en 50 seconden gelopen. Dus als je het zo bekijkt, van 2:41 naar 2:32, dan is dat een behoorlijk percentage. Maar ik moet erbij zeggen, ik heb natuurlijk ook wel... dat was ondertussen niet meer mijn tweede marathon. Nee, ik wou zeggen, ik heb ook een kwartier van mijn tweede marathontijd afgelopen. Maar ja, dat was, had niks met schoenen te maken, denk ik. Ja. Maar jij gaat niet stiekem bij jezelf, dat je op de loopband gaat en dan je zuurstofconsumptie gaat meten, verschillende schoenen. Zover ben je niet gegaan. Zover ben ik wel gegaan. Maar de voorwaarde van het schoenen gebruiken was dat ik daar dan verder niet over wil praten. Dat was de scoop die we zochten. Maar goed, laten we dan toch even breed trekken. Want uiteindelijk willen we hier ook erachter komen wat is zinvol en wat is onzin voor amateursporters zoals wij allemaal zijn in verschillende klasses. Als je nou sneller wil gaan lopen, zijn het dan de schoenen? Laten we bij het begin beginnen. Die carbonplaat, is dat voor iedereen? Moeilijk te zeggen. Op
zoals onze studie, die waren allemaal, Jurgen zei, 10 kilometer in 32 minuten. Dus dat zijn de serieuze jongens. En wat we ook zien is dat over zowel lang die jongens, als ze langzamer lopen, dus een 3 uur marathon tempo of een 2:20 marathon tempo, dan zagen ze die voordelen. Dus dat soort of suggereert dat het niet echt snelheidsafhankelijk is, maar het bleven die jongens. Je wil zeggen, dezelfde proefpersonen liepen met die schoenen een langzamere marathon en dan nog zagen ze dus de winst in de zuurstofopname, de efficiëntie. Ja, dus ze liepen op een langzamer tempo dat dan een dergelijke marathon zou opleveren. Dus dat was voor ons al een indicatie van, nou, het is niet echt snelheidsafhankelijk. Dus als het werkt aan 14 kilometer per uur, dus 3 uur marathon en 18, 2:20 voor de marathon, dan zal het op een 2 uur marathon wellicht ook in de buurt zitten. Aangezien dat constant was, maar je kan natuurlijk nooit extrapoleren, maar het idee dat omdat het constant was aan 14, 16 en 18, is dat het daarbuiten ook geldt. Maar dat blijft voor een groep van snelle marathonlopers. Niemand was zwaarder dan 70 kilo, denk ik. Dus als je echt richting de amateurlopers gaat, dan is dat zelfs voor een 3 uur marathon, is dat niet hetzelfde type dat loopt. Nee, en daar wordt het nu. Er zijn wel andere studies gedaan. Eén studie ook, die heb gekeken naar dames. Die liepen dan volgens mij aan 14, 15 en 16 kilometer per uur. Dus nog steeds minimaal een 3 uur marathon. En die zagen ook ongeveer dezelfde besparing als wij zagen in energieverbruik. Okay. Maar als je nu globaler gaat kijken, dan zullen wel interacties zijn met gewicht en snelheid. En er zijn de laatste tijd wat onderzoek gedaan. Het nadeel van die onderzoek is dat de ene carbonplaat is de andere niet. En vaak als je gewoon een carbon fiber insole maakt, een inlegzool, en die in een bestaande schoen stopt, dan zien we toch over het algemeen weinig energiebesparingen. En als je dan gaat kijken naar hoe zit dat dan biomechanisch, en is dat snelheidsafhankelijk of gewichtsafhankelijk, dan weet je ook niet of dat, dan beantwoord je dat eigenlijk voor een schoen die toch niet werkt. Dus het is heel moeilijk om een schoen te vinden waarvan we weten dat die nu werkt, en daar dan aanpassingen aan te maken. Dus als we willen kijken naar wat is nou de optimale stijfheid van zo'n plaat in die Nike 4% schoen, dan kunnen wij daar niet mee spelen, want we kunnen alleen maar de schoenen kopen die in de winkel zijn. Ja. Jij kan toch wel modelleren en rekenen? Dat is toch ook jouw vak? Maar waarom zeg dus je dat? Biomechanisch kunnen we daar naar kijken, maar het mooie van mijn vak is dat we nog altijd niet heel goed weten wat dat gaat betekenen voor energieverbruik. Dus energieverbruik wordt bepaald door de spierkracht die je levert en de snelheid waarop je dat doet. En het lopen is nog extra interessant, omdat er heel veel energie in de pees gaat zitten tijdens de landing, die daarna elastisch weer terugkomt. Dus we kunnen biomechanisch wel berekeningen doen en simulaties, maar het is toch altijd moeilijk om dan echt een goede voorspelling te maken van hoe gaat het nou het energieverbruik aanpassen, wijzigen. Okay. En waar wij ook in onze uitzending over hadden, is het feit dat, ja, met name Ross Tucker, die zat daar zo op, die vond het heel oneerlijk, hè, totaal. En vooral naar de mensen toe die dan niet zouden profiteren van een Vaporfly of een Alphafly, omdat je gewoon responders en non-responders zou hebben. Ik heb toen met jou ook wel even over gespart, maar ik ben benieuwd hoe jij inmiddels daar ook naar kijkt. Zie je, want de winnaar van Londen, of nee, was dat, ja, was de winnaar van Londen, die had gewoon Zoom X aan, geloof ik, toch? Die had niet de Alphafly aan, klopt dat? Niet de Alphafly, nee. Nee. Nou, en Kipchoge werd achtste. Dus ja. Nee, en dat was ook wel interessant zien, dat eigenlijk alle dames op de vrouwenmarathon, die liepen wel in de Alphafly. En bij de mannen was het alleen Kipchoge eigenlijk. Ja. De rest zat in het next percent. Dus dat is ook wel soort of een teken dat daar wellicht inderdaad verschillen zijn. En dat toch wellicht met het gewicht of de snelheid. Hoe testen die jongens dat eigenlijk allemaal? Denk je dat ze bij Nike zelf ook jullie meting allemaal aan het herhalen zijn? Of laat ze het gewoon eigenlijk aan de atleten van,
kijk maar wat jij het lekkerste vindt zitten en waar jij het lekkerste bij loopt. Hoe gaat dat eraan toe, denk jij? Ja, dus rondom de 2 uur marathon, op dat moment hebben ze van tevoren heel veel elite lopers getest. En uiteindelijk daar dat teruggebracht tot de 3 die toen in Monza die poging gedaan hebben. En daar hebben ze natuurlijk wel heel erg, en toen had je ook de Vaporfly Elite, die dan, die ziet er eigenlijk vrij veel uit, zoals later de Next Percent. Maar op dat moment was dat een specifieke schoen voor alleen die top 3 lopers. En die zou dan specifiek getuned zijn. We zien nu ook wel dat in die Alphafly, in de airbags, daar kan je de luchtdruk veranderen. Nou ja, dat kan je niet, maar degene die de schoen maakt, kan dat. En ook de plaatstijfheid. En daar denk ik toch dat Nike daar wel verder naar heeft gekeken. En nu inderdaad ziet dat aan de kant van de vrouwenmarathon, dat daar meer te behalen valt dan bij de heren. Ik was wel verbaasd hoor, dat er in Londen eigenlijk alleen Kipchoge bij de mannen in de Alfa's liep. Maar zijn het al gepersonaliseerde schoenen dan? Dat ieder net even andere luchtkamertjes heeft? Want dat mag toch niet? Want je moet toch schoenen hebben die te koop zijn voor de consument? Of? Ja, dus nee, ik denk inderdaad dat het niet persoonlijk is. Maar ik denk wel dat er verschillen zullen zitten tussen een dames maatje 37 en een herenmaat 45. Maar ja, en dat is in theorie, dat is wat er mogelijk is. En wat er daadwerkelijk door alle andere merken nu op dit moment gedaan wordt, weet ik niet. Nee. Maar ik heb wel het idee dat er toch wel inderdaad, terugkomend op de eerdere vraag van hoe zit het bij de amateurs? Op dit moment is toch veel van de innovatie ontwikkeld. We kunnen dat optimaliseren voor onze racers. Maar op een gegeven moment zul je ook zien dat inderdaad voor de 4 uur marathoner die 100 kilo weegt, wellicht een andere plaat moeten hebben. Of als we een airbag hebben, dat we wellicht meer of minder luchtdruk daar moeten in doen. Ja. Nou, en dan toch even over responders, non-responders. Ik was deze week bij een hardloopschoenenwinkel, waar ze ook testen en zich erop voorstaan dat ze er veel van weten. Geen adverteren van deze podcast, dus ik noem hem ook gewoon lekker niet. Moet hij maar bellen. Maar daar vroeg ik dus ook, heb je nou allemaal schoenen met platen? Ook vanwege de andere merken, omdat ik wist dat we jou gingen bellen. En hij zegt, nee hoor, die neem ik niet eens in mijn winkel. Want het is allemaal marketing. Ik zie allemaal lopers, zeker bij amateurs, die hebben geen voorvoetlanding. En als je geen voorvoetlanding hebt, heb je helemaal niks aan die plaat. Ik denk, die leg ik even voor aan Wouter Hoogkamer. Ja, nee, dat is een heel interessante die ik vaker gehoord heb ook. Maar het interessante was eigenlijk, als we teruggaan naar onze studie. Wij hadden 18 lopers en we hadden niet het plan om te kijken naar voorvoetlanding en heel landing. Ja. Maar een beetje toevalligerwijs hadden we volgens mij 10 heellanders en 8 voorvoetlanders, of mid schuine streep voorvoetlanders. Ja. En als we dan daar naar die data keken, dan zagen we eigenlijk dat de heellanders eerder op de 4,5% zaten en de voorvoetlanders op de 3,5%. Wow. Maar ik snap ook wel weer een beetje waar het dan wel weer vandaan komt. Dat was wat ik zelf net ook aangaf. Van, die 18 jongens die we daar hadden, dat zijn natuurlijk wel de sub-elites die niet veel wegen. En zelfs als die aan 18 kilometer per uur lopen, dan landen die wel op hun hiel. Maar zo kort en snel, ja. Er zijn toch kort en snelle contacten. Dus daar zal het mee te maken hebben. Maar in principe denk ik juist dat vooral ook van de andere merken, de schoenen die we nu hebben, dat het toch veel om gaat om die afwikkeling. Dat juist als je bovenop je hiel landt, dan kan je mooi naar de voorkant rollen. En ook daar zijn nu weer ideeën rond dat, vooral omdat die plaat van de Nike-schoen niet terecht is. En natuurlijk, we hebben die dikke midsole. Dat er toch ook wel een soort van versnelling zit van je afrol. En dat je meer naar voren sneller zou rollen. Dus dan zou een heellander er eigenlijk meer profijt van hebben dan een voorvoetlander of midvoetlander. Ja, inderdaad. Dat vermoeden we. Dus dat is nog niet wetenschappelijk aangetoond. Nee, en de wetenschap gaat steeds meer naar de mediakant. Waar als een wetenschapper soms een idee heeft, dan put hij dat, zet hij dat op Twitter. En dan belt hij met Jurgen. En dan is het, voor je het weet, is het bekend bij de mensen. Zonder dat het echt getest is. Ja, dus het is een proefballonnetje. Ja.
Ja. Ja, ja, ja. Hey, en dan toch even in de amateurwereld is ook een hele andere trend. Want we hebben nu over zolen van 4 mm. Nou, mijn nieuwe schoenen, ik heb ze hier inmiddels. Dat waren de dunste zolen die er waren. Hij zegt tegen mij, wat jij nu hebt is het dichtste bij als je niet wil barefoot runnen. Dat is natuurlijk ook een hele trend met Vibrams en blote voeten renners in marathons. Hoe verhoudt zich de dikke 4 centimeter zolen met carbonplaten tot de mensen die zeggen, nee joh, je hebt helemaal geen schoenen nodig? Ja, dus dat was een beetje een mooie afleidingsmanoeuvre onbewust. So, dus in ons vakgebied waren we bezig met schoenen. We waren vooral bezig om ze zo licht mogelijk te maken. Dus dat weten we eigenlijk al sinds de jaren 80. Maar zo'n beetje rond 2008 of zo, rond die periode, kwam die hele barefoot running idee kijken. En heel veel wetenschappers zijn er ook verder mee gegaan. En er zitten natuurlijk wel goede ideeën van. Nou ja, we zien dat die Afrikaanse lopers opgroeien zonder schoenen. En als je ziet hoe die landen op hun voorvoet. En het is waarschijnlijker dat je op je voorvoet gaat landen als je geen schoenen aan hebt. Dus daar is heel veel mee gedaan. Maar uiteindelijk, als we dan gingen kijken naar puur energieverbruik, zijn er toch diverse studies die zeiden van, het enige voordeel van zonder schoenen lopen is dat je de gewichtsbesparing hebt. Mm-hmm. En eigenlijk, als je een beetje een dempende zool hebt, dan is dat energiebesparend als die geen gewicht zou hebben. Dus als je een lichtgewicht dempende zool hebt, dan heb je daar toch voordeel van. Okay. En dat uiteindelijk heeft dan weer doorgeswingd naar de andere kant, waar we nu dus zitten met hele dikke zolen. En dat zagen we eigenlijk ook al voordat de Nike kwam met hun wedstrijdschoen. Zag je ook al populairer met Hoka schoenen en dergelijke. Heb jij hier? Ja. Dus het is wel. En het zijn twee kanten van het verhaal. Hè. Dus mijn mening, of mijn ervaring is, als je echt gewoon meer dan 100 kilometer per week maakt, dan heb je toch eigenlijk wel gewoon een zachte schoen nodig. Want anders moet je daar. Het is ook mogelijk om het te doen zonder schoenen, maar je moet daar wel heel erg lang rustig naartoe werken, omdat je voeten dat niet meer gewend zijn. Ja, ja, want ik lees natuurlijk die stukken van Lieberman, hè? Dat is de barefoot runner, promotor en met name evolutionair. Ja, die bekijkt het ook in de evolutie van hoe vroeger de jager, wij als jager honderden kilometers natuurlijk zwierven om die dieren uiteindelijk uit te putten en te vangen. Ja. Had hij nu laatst niet weer een studie waarin hij keek naar waarom nou die schoenen van voren omhoog lopen? Hè? En dat zijn conclusie eigenlijk steeds is, ja, prima, leuk al die schoenen en dempen en helpen. Maar je wordt er zo verdomd lui van. Je krijgt er luie voeten van en luie spieren. En daar is, waarom? Dat moeten we niet willen. Hoe sta jij daarin? En is dat inderdaad? Dus hij draait eigenlijk om. Jullie hebben het over energiebesparing. Ja. En hij zegt eigenlijk, nee, ja, maar daar word je lui van. Want dat is wel het idee, denk ik, van efficiënter lopen of een betere loop-economie. Dat je uiteindelijk inderdaad minder spieren aan het werk zet, toch? Ja, nee, klopt. En dat hoor je heel veel nu ook. En ik denk inderdaad dat theoretisch aan de ene kant klopt. Maar ik denk dat iedere amateurloper die minimaal 5 keer per week loopt en aan de 80 kilometer zit, of zelfs 50, ik denk niet dat die nou te luie voeten zal hebben. Natuurlijk, je hebt altijd weer die overgangen. Als je jarenlang op dempende zachte schoenen loopt en je gaat dan een sprintje trekken zonder schoenen, dan zijn je voeten wellicht niet helemaal klaar daarvoor. En dat is ook waarom je, als je barefoot running gaat doen, daar zo lange tijd voor die overgang moet nemen. Mm-hmm. Dus aan de ene kant, ze worden wellicht luier. Maar aan de andere kant, als je maar genoeg loopt, dan denk ik niet dat ze nou onder een baseline gaan zitten waar het in ene ongezond is. Ja. Want ook blessures, hè, volgens mij, daar kun je ook een hele uitzending aan wijden. Volgens mij maakt het niks uit, hè? Barefoot of schoenen of noem maar op, qua aantal blessures of hoe ze optreden. Nee, we zien wel vaak een soort van een shift waarbij de barefoot running toch de voetblessures meer heeft en de Achillespees blessures. Mm-hmm. Terwijl degene met schoenen dan toch meer richting de knieën en de schenen gaan. Ah, ja. Ja.
Dus dat kan een reden zijn. Hè? Als je jarenlang last hebt van je knie en je hebt alles geprobeerd en het lukt gewoon niet, dan kan je overwegen om rust te gaan en overgang te gaan maken. Ja. Maar verwacht wel dat je dan vaker pijn zal hebben in je voeten en wellicht in je Achillespees. Ja. Nou, misschien kunnen we meteen verbinding. We praten over loopeconomie, economisch lopen. En wij komen veel vragen, ook vanuit onze triathlonclub. Ook, we hebben er eentje gehad een keer van over loopscholing. Hè? Moet je nou loopscholing niet ook aan het eind van de training juist doen? Ja. Nou, we hadden specifiek over die paslengte, die pasfrequentie. Is een grote pas nou efficiënter of een kleine pas? Dat is de hele concrete pas? Vraag. Ja. Is er nog, als ik sneller wil lopen, iets algemeens te zeggen over... Ja, maak juist korte passen, hoogfrequent, lange passen. Wat is de relatie? Wat weet jij als bewegingswetenschapper die zo diep in dit onderwerp zit? In principe, het meeste onderzoek dat we zien is eigenlijk dat de meeste lopers zich eigenlijk, als je ze op de loopband zet en de test, dan zie je toch dat ze eigenlijk aan hun frequentie lopen die voor hen het meest optimaal is. En sterker nog, dat feit, die bevindingen worden vaak gebruikt als het schoolvoorbeeld om aan te tonen dat mensen van nature lui zijn en zelf optimalisatie doen. Dus waar we het net over hadden, die lui in de goede zin van het woord. Hè? Het lichaam gaat de meest efficiënte weg zoeken. Ja. En gemiddeld inderdaad. 180 hè? Per minuut, toch? Dat zijn dus de ideeën die daar rondom zitten. Maar wat we zien is, wat we sowieso weten is, pasfrequentie is gekoppeld aan je snelheid. Dus 180 stappen per minuut, dat zou kunnen kloppen voor iedereen, voor een bepaalde snelheid, voor hunzelf, dat optimaal is. Maar als ik een rustig ochtendloopje doe aan 13 kilometer per uur, dan zit ik daar aan een lagere stapfrequentie, dat optimaal is voor die snelheid, dan wanneer ik een 5 kilometer wedstrijd doe. Dus dan ga ik denk ik eerder van 170 op mijn rustig loopje naar 190 in mijn wedstrijd. Mm-hmm. En in beide gevallen is dat voor mij waarschijnlijk optimaal. Als je dan echt puur gaat kijken naar de studies die daar rondom gedaan zijn, dan zie je dat er, als je het echt heel nauwkeurig bekijkt, opnieuw studies gedaan in Nederland, dat je wellicht 1 of 2% hogere frequentie zou kunnen hebben dan wat je van nature kiest. Ja. Was dat niet een studie, want die kwam ik tegen in een Sportgericht, van Jo de Ruiter onder andere? Inderdaad, die zet ik in de show notes. Ja, dat was eigenlijk dat ze zelfs onervaren lopers ook op een loopband zetten en dan zuurstofconsumptie maten. En dan ook al eigenlijk vonden dat zij van nature niet zo ver van hun optimale frequentie afzaten. Ja. Met een paar uitzonderingen die echt of veel te laag of te hoog. Ja. En dat juist de goed getrainde nog dichter in de buurt kwamen. Maar dat het allemaal wel rond die 180 gemiddeld zat. Maar ik hoor jou dus ook zeggen, Wouter, eigenlijk 1 tot 2% sneller kan soms wel een voordeel hebben. Dus als ik als amateur bewust nadenk over paslengte of loopfrequentie, zou het wellicht goed zijn om mezelf te denken... iets kortere passen, iets hogere frequentie. Dan ga ik waarschijnlijk iets beter van lopen. Ja, ik denk dat die methode wellicht zou kunnen helpen. Als je puur gaat op 180 stappen per minuut, dan denk ik dat je daar weinig uithaalt. We moeten weg van dat getal, maar je moet gewoon voor je gevoel... Ja, voor je gevoel precies. Moet je misschien net iets korter of hoogfrequenter dan je wellicht helemaal relaxed zou doen. Ja, en dat is... Dat is natuurlijk moeilijk, hè, zodra je bewust erover na gaat denken. Dan wordt het weer te veel natuurlijk, hè? Loop je te dribbelen. Maar dat is eigenlijk, denk ik, volgens mij staat dat in een stuk, dat je gewoon, je moet gewoon proberen bijvoorbeeld 1 snelheid te lopen, doe je hartslagmeter om en ga dan variëren en kijk waar je hartslag niet het minste stijgt, zullen we maar zeggen. Dan weet je in principe van, dan is voor mij deze pasfrequentie het meest energiebesparende of economische. Klopt? Zo doen? In principe, dat is een soort van een do-it-yourself versie van wat vele onderzoekers doen. Ja. En wij hebben dan de apparatuur om te kijken naar zuurstofopname. Maar in principe, als je dat kan je dat ook zien in je hartslag. Er zijn veel verschillen tussen hartslag van dag tot dag. Maar als je zo'n test zou doen en je controleert alle andere dingen zoals de wind en de dergelijke, dan zou dat informatie kunnen opleveren die kant op. Ja. Maar het is wel een heel hoop
nauwkeurig getest om te doen, om vervolgens te vinden dat het waarschijnlijk is dat wat je doet al het beste is. Oh jee, dan gaan alle sporttesten en alle coaches. Ja. Maar hey, Wouter, tot slot. Hè, we zijn op zoek naar wat kan ik doen om sneller te lopen. We hebben het domein van de schoenen verkend. We hebben het nu over paslengte. Heb jij nog een gouden verborgen, een hidden gem, hè, is het Engels. Een mooie tip waarvan je denkt, hey, daar denken veel lopers misschien niet meteen aan om toch sneller te worden. Ik denk dat het over het algemeen, en dat is een flauw antwoord, maar voor de meeste mensen is gewoon meer lopen nog de beste manier om sneller te worden. Tenzij je al aan je max zit. Maar ik denk dat de meeste mensen, en het is ook niet helemaal wat ik verwachtte. In Colorado is bijvoorbeeld de universiteitsteam zijn hele goede lopers. En mensen die daar zelfs de mijl doen, dus we spreken over 1600 meter, die lopen vaak 100 mijl. Dus 160 kilometer per week is dan iets wat zij al doen. En dan denk ik, als je 160 kilometer per week loopt voor een wedstrijd van 1600 meter, is dat niet een beetje te veel. Wat we dan toch zien is dat dat niet per se zo is. En dat het eigenlijk die atleten zijn die het goed doen. Dus gewoon aan je volume werken en meer kilometers lopen is voor de meeste afstanden, zelfs zo kort als een mijl, toch een goed ding. En die jongens doen ook heel veel intervallen en dergelijke. Precies, dan komen we op de kwaliteit van de training. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar dus je algemene ding is, meer volume gaat vaak, zeker als je nog niet zoveel volume maakt, je helpen om veel winst te pakken. Ja, dat komt dan weer terug op mijn marathons ook. Hè. Het zat aan, voor mijn eerste marathon denk ik net onder de 100 kilometer per week. Ja. En vervolgens, voor mijn versnelste marathon, zat ik denk ik gemiddeld aan 80 mijl, dus 140 kilometer per week. Ja. En er zaten ook weken waarbij van 160. Dus voor een marathonloper of een triatleet die echt aan de lange afstanden zit, dan kan je gewoon heel veel winnen in tijd door gewoon meer te lopen en let op je kwaliteit ook. Omdat dat gewoon ook je efficiëntie, eigenlijk je loop-economie verbetert. Dan vind je waarschijnlijk vanzelf uit wat je optimale paslengte is along the way. En andere dingen worden geoptimaliseerd en je mitochondria worden meer efficiënt. En dan moeten we erbij zeggen, Jurgen, want we hebben het in deze podcast veel over hardlopen, ook over amateurs. Dan hebben we het ook wel eens over sportrusten. Want natuurlijk aan de hele andere kant van het spectrum zit, loop maar heel weinig, maar loop heel slim. Maar dan moet ik het dus bij zeggen, dat is niet voor mensen die zo snel mogelijk willen lopen. Daar hebben we het in deze aflevering over. Die mensen willen een marathon kunnen lopen. Nou, dan werkt dat misschien. Maar vandaag hebben we het natuurlijk over, hoe ga je sneller worden? Dat is dan, maar toch nog even een punt van veel trainen. Hebben we nu nog niet benoemd, de Alpha Fly, Vaporfly. Toen was al een beetje onduidelijk, of dit eigenlijk wel duidelijk. Ja, je kon er niet zoveel kilometers op lopen, want ze slijten snel. Ja. Dat is ook jouw ervaring? Dan kan ik je toch een scoop geven. Even goed opletten. Hou vast die scoop. In aflevering 6 zeggen wij bijna, los van non-responde-responde, zeggen we vanuit duurzaamheidsprincipe moet je gewoon die schoenen niet kopen. Want schoenen die met 200 kilometer meegaan, dat is gewoon zonde. Maar, Wouter Hoogkamer. Dus wat wij hebben gedaan, en het is, we hebben niet honderden duizenden schoenen daarvoor getest. Dat moet ik erbij zeggen. Maar dus wij wilden eigenlijk een beetje kijken van, nou, is het nou die plaat, is het nou de foam? En dan het idee was, als we schoenen hebben waar mensen 700 kilometer op gelopen hebben, dan zal dat foam ondertussen wel een beetje aan zijn einde zijn. Dus dat hebben we gedaan. Maar we hadden maar één of twee paar waar we dat op hebben gedaan. Dus was toevallig dat paar. We hebben dat wel op meerdere mensen getest. Ja. Wat we daar eigenlijk zagen is dat de verschillen niet meetbaar waren. Dus gemiddeld genomen over, het is een scoop, het is nog niet helemaal af. Op de 10 mensen die we tot nu toe getest hebben, zagen we eigenlijk dat hun energieverbruik in een nieuwe Vaporfly schoen hetzelfde was als in die schoen met 700 kilometers erop. Dus dat was wel heel interessant om te zien. Ook voor de fabrikant. Ja, fijn. Maar dan wil ik toch even weten, leuk nieuws, maar hoe kwam het dan dat we in eerste instantie dachten dat ze zo kort mee zouden gaan? Je voelt het wel. Je voelt het als je ze aandoet van deze lijken wat ouder en het wordt tijd voor nieuw. Ja. Dus het is interessant en we zijn er ook nog niet helemaal over uit en daarom wil ik ook nog meer
proefpersonen testen. En liefst ook meer schoenen, omdat het, ja... Ja, dus je zegt, in je handen voel je, dit lijkt een oudere, versletere schoen. Maar als je gaat meten, zie je eigenlijk geen verschillen. Ja. Want heb je ook die mechanisch echt gemeten? Je weet wel gewoon met dat apparaat wat je ook voor je studie deed. Ja. Of inderdaad dat daar iets verandert in de mate van wat je kan indrukken, vering en de energie die je terugkrijgt? Ja, en ook daar zagen we geen verschillen. Ja. Dus, dus dat paybacks is gewoon een superspul. Blijft heel veel kilometers meegaan. Ja, maar ik moet erbij zeggen, dus we hebben niet dezelfde schoenen op hetzelfde moment. Dus eigenlijk, wat je, als je zo'n studie wil doen, wil je de schoenen die na elkaar uit de fabriek rollen. Ja. Maar wij hadden dus nieuwe schoenen gekocht en vergeleken met schoenen die al een jaar eerder gekocht waren. Dus het zou zomaar kunnen dat die niet, misschien niet schoenen... helemaal wetenschappelijk zuiver, maar toch. Het in eerste instantie, het argument van duurzaamheid, je kan er dus waarschijnlijk langer mee doen dan we in eerste instantie dachten. Ja. Nou, vind ik goed nieuws. Ik vind het wel interessant om te zien dat heel veel merken nu ook richting die kant gaan. Hè? Dus er zijn nu schoenen die je op abonnement kan kopen. En als ze dan versleten zijn aan de zool, dan stuur je ze terug. En dan houden ze de bovenkant en zetten er een nieuwe zool onder. Okay. En de zool wordt gerecycled. Ja. Dus dat zijn ook wel heel veel dingen, terugkomend op je vraag, wat gaan we zien in de toekomst? Ja. Ik denk dat veel merken zich nu van die duurzaamheidsproblemen bewust zijn. Maar aan de andere kant, voor hen is het natuurlijk ook een businessmodel. Hè? Ja. Als je de schoen maakt die 100.000 kilometer meegaat, dan verkoop je maar één paar. Ja. Maar het is toch wel fijn om te zien dat er verschillende start-ups zijn en die dan ook weer de grotere merken laten beseffen van hey, dit is wel iets waar we naar moeten kijken. En kunnen we meer recycled materialen hierin verwerken. Ja. Wat tof. Ja. Zullen we langzaam hem afronden? Wat cool, Wouter, dat je de tijd hebt genomen, de moeite hebt genomen om bij ons in de podcast te komen. Voelt toch een beetje als, hè, wij zitten op wetenschap, sport en innovatie, dat we nu toch een soort van rockstar, zeker, op zijn minst op de wetenschappelijke ladder bij ons hebben. Ik vind het bijzonder. Ja. En we leren dus van jou dat die schoenen, nou, je hebt dat aangetoond, echt veel opleveren, maar vooral voor elite lopers. En dat we eigenlijk nog niet zo goed weten wat er gebeurt als je dat gaat vertalen naar amateurs die zwaarder zijn of anders lopen. We hebben van jou geleerd over de paslengte. Je zit vaak best wel goed. Misschien een beetje kleiner of sneller dan je denkt. En trainen. Duurzaamheid is belangrijk. Ja, en volume trainen. Wat leuk. Ja. Dank voor je inzichten. En dan richt ik me even tot onze kijker en luisteraar. Dank dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluistert. We zijn benieuwd. Wat steek jij hier nou van op? Of welke vragen heb je eventueel nog aan Wouter Hoogkamer? Dan passen we ze graag naar ze door. En Wouter, als we nou heel veel vragen krijgen, mogen we je dan nog een keer terugvragen? Ja, zeker. Het is altijd leuk om onze resultaten ook te vertellen aan de mensen die daar iets mee kunnen doen. Ja. Dus ja, zeker. Cool. Nou, met die toezegging ga ik je uitleggen hoe dat moet. Dat kan namelijk op social media via @slimmerpodcast. Op Twitter en Instagram zijn we via die weg te vinden. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering zijn eigen pagina waar je ook reacties, vragen en toevoegingen kan achterlaten. Of als je zegt, nou, ik doe het liever even 1-op-1, dan kun je ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. Nou, doe dat vooral, vinden we hartstikke leuk en we reageren altijd. En als je nou echt zegt, nou, zeg, die slimme podcast, dat vind ik echt heel erg tof, dan kun je ons helpen om te groeien door ofwel een review achter te laten op Apple Podcast, ofwel vriend van de show te worden op vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. En laat een kleine donatie achter, dan kunnen wij verder met dit soort mooie wetenschappers en mooie innovaties ook in de toekomst. Dat was hem voor nu. Dankjewel, Jurgen. Graag gedaan. Dankjewel, Wouter Hoogkamer, live from the United States. Fijne dag, Wouter. En tot de volgende keer. Oké.